Weer verloren. Maar dit is ook veel te klein. Dit kan toch veel beter? Yo mensen, welkom weer in een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we de airhockeytafel afmaken. Dus dit is de airhockeytafel deel 2. Previously. Dat is 4. En dan gaan we nu de ventilator vastschroeven. Zorg wel dat hij de goede kant op blaast. In mijn geval is dat hij deze kant op blaast. Hij moet de kant op blazen dat het in de kamer blaast. Dus dat hij hoge druk maakt in de kamer die hieronder zit. Dus dan gaan we nu vastmaken. Listen to the boogie. Listen to the boogie. I'm a boogie boogie man. I'm a boogie boogie man. Alle 4 de boutjes zitten. Dan gaan we nu de moertjes erop doen. Zo, en dan zit hij nu vast. Je ventilator zit erin. Dan gaan we nu deze onderkant hierop lijmen. Dus heel veel lijm overal smeren. De bedoeling is dat het ook heel erg luchtdicht wordt. Dus je moet goed overal lijmen. Listen to the boogie. Listen to the boogie. I'm a boogie boogie man. Zo, dat zit. Dan nu nog de blokjes. I'm gonna jump, I'm gonna fly, I'm gonna move till the day I die. Listen to the boogie. Listen to the boogie. Alles zit gelijmd. Dan nu heel gauw de dop erop. En dan gaan we de plank erop leggen. Even kijken of die overal goed zit. Ja, dan gaan we nu de lijmklemmen erop maken. Het is belangrijk dat je veel lijmklemmen aanlegt. Zodat de lijm goed aan de andere kant blijft plakken. The next day. De lijm is gedroogd. Dan haal ik nu de allerlaatste lijmklemmen af. Eindelijk. Zo, en dan is hij nu bijna klaar. Wat we nu gaan doen, is we gaan hem even helemaal mooi schuren, omdat er nog wat bobbeltjes in zitten. Listen to the boogie. Listen to the boogie. I'm a boogie boogie man. I'm a boogie boogie man. Listen to the boogie, listen to the soul, listen to the bebop, good to your soul, listen to the boogie, listen to the boogie. Zo, dat was het laatste stukje. Ik heb de tafel helemaal mooi glad geschuurd. Dan moeten we nu de zijranden maken van de tafel. Ja, anders vliegt de puck er zo af. Ik heb gekozen om een dikke, brede, lange rand te maken. Maar je kan ze natuurlijk ook zo zetten. Of je kan andere vierkante balken gebruiken, bijvoorbeeld zo. Maar ik vind deze zo'n dunne, platte het mooist. Zo. Dus dan gaan we nu aftekenen. I'm a boogie boogie man. I'm a boogie boogie man. I'm gonna jump. Listen to the boogie. Zo, moeten we de plank hier afzagen. Zo, die is afgezaagd. Nu nog een keer. Ik heb de 2 balken gezaagd. En ik heb ze ook nog even mooi geschuurd. Ik heb hier ook de goalstukjes gemaakt. En ik heb ze aan deze kant een beetje bol gemaakt, zodat de puck wat makkelijker in gaat. En dan gaan we ze nu lijmen.
boogie man. De lijm is gedroogd. Gaan we nu de lijmklemmen eraf halen. Hij ziet er mooi uit. Wat we nu nog moeten doen is de zijkant een beetje mooi schuren. En dan gaan we daarna de goals maken en de cirkels die op het speelveld horen te staan. Zo. Dan moeten we nu de goals maken. Wat mijn plan is voor de goal is, ik heb van een paar video's terug nog wat gaas over. En dat gaan we zo vastmaken hieraan. Dan maken we nu even een gaatje, zodat de schroef er strakjes extra makkelijk in kan. Dat is de eerste. De goaltjes zijn gemaakt. Ik heb ze helemaal vastgemaakt. Dan gaan we nu de officiële dingen op het bord tekenen. De twee lijnen voor de goal. De grote... een cirkel in het midden en de lijn door het midden. Dan gaan we nu de middenlijn zetten. Deze lijn van stippen is de middenlijn. Hier zo het midden. Dan gaan we nu nog twee lijnen hier en hier zetten. Dat zijn een soort, ja, de buitenlijnen. Ik zet ze hier op 20 centimeter. Zo. Oké, we hebben de lijnen daar getekend. Dan gaan we die nu inkleuren. En voor als jullie het merken, misschien praat ik een beetje raar, want ik heb een beugel. Hij doet echt best wel pijn, maar ja, even doorzetten. Gewoon een video opnemen, ook een beetje afleiding en heel erg leuk. Wat we nu gaan doen, zijn de lijnen inkleuren en de lijnen hier zo maken. Dat doen we met behulp van deze grote plastic... Of weet ik veel wat het was. Die zetten we zo hier tegenaan. Je kan dit natuurlijk ook verven op, of op welke manier als je maar wil. Ik gebruik dit. Dan gaan we nu de andere kant doen. Die moet ook blauw. Gaan we nu ook de middelcirkel hier maken. En mooi uitlijnen. Dan nu de middellijn. Die maken we rood. Volgens mij heb ik ook nieuwe stiften nodig. Zo. Dan nu de andere kant. Nu nog even snel een middelstip. Dan nu deze twee lijnen hier. Die moeten weer blauw. Ik loop alle zijkanten nog even netjes na met de schuurmachine om het extra glad te maken. En dan gaan we aansluiten. Ik heb nog wat blokjes hout over van een project. Die gaan we hieronder monteren als poten. Ik heb hier een houtschroef. Hou de deur even in. En nu alle andere drie poten nog. De poten zitten erop. En dan is het nu enkel nog aansluiten en testen. Thank you.
Het mooie aan deze ventilator is ook, hij werkt op 220. Dus dat betekent dat je hem gewoon in een stopcontact kan prikken. Zo. En hij is nu aangesloten. Laten we hem gaan testen. Hij is klaar. Hij geluidt best wel goed, vind ik zelf. De puck hebben we ge3D-print, maar ik kan ook een deksel van een jampot gebruiken of zoiets. De Elkie puck, of hoe het dan ook heet, hebben we de afdektop van een PVC-buis gebruikt. En we gaan hem nu testen. Zal hij het doen? Yes! Goal! Eindelijk! Nou mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet ervoor nog niet te abonneren. En natuurlijk een duimpje omhoog. Klik dan ook op het belletje, zodat je altijd op de hoogte bent van mijn video's. En deel dit linkje met iedereen. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.